Goedemiddag. Gelijk nemen we hier in Eindhoven even wat stilte voor de volksliederen. Aansluitend is het Wilhelmus. Seizoen. Eerste wedstrijd van de 12 kwalificatiewedstrijden. En aansluitend de finale ook in Nederland, waarvoor Nederland dus ook al automatisch geplaatst is. Van 10 tot met 16 juli in Rotterdam. En het is te hopen dat Nederland kan afrekenen met het slechte vorige seizoen in de World League. Waarin het maar 2 van de 12 wedstrijden wist te winnen. Alleen thuis tegen Canada en thuis tegen Spanje werd een keer gewonnen. En de rest werd allemaal verloren. Ook 4 keer van Brazilië dus. De ploeg van Toon Gerbrands in een hele sterke pool. Met Rusland in topvorm. Met Cuba. En met Frankrijk. Alle wedstrijden moeten nog gespeeld worden. En vooral Rusland is op dit moment in topvorm. Het won eerder dit jaar de World Cup in Japan. En werd op het laatste Europees kampioenschap tweede. Het Europees kampioenschap waar Nederland vijfde werd. Ja, en het verhaal dus bij het Nederlands team is dus het ontbreken van Marco Klok. Hij ging niet mee naar Denemarken, dat was ook de verwachting, omdat Klok met zijn ploeg Roma nog in de strijd om het Italiaans kampioenschap was verwikkeld. Met Modena, de ploeg van Bas van der Goor. Maar de reden waarom hij er nu nog niet bij is, dat is dus nog steeds onbekend. Hongaarse eerste scheidsrechter. En een Belgische tweede. De ploeg van Rusland. Waarin Chipolin, de coach, zelfs de luxe heeft om bijvoorbeeld Stanislav Dynaikin, de man van 2,16 meter buiten de ploeg te laten. Als ook het grote talent, Ilya Saveliev. En dit is de man van 2,16 meter aan de Nederlandse kant, Martin van der Horst. Teruggehaald door Toon Gerbrands naar de Nederlandse ploeg. Nadat hij een ontzettend goed seizoen heeft gedraaid in België met de ploeg Roeselare. De ploeg van Nederland met Reiner Noemerdog. Met die andere paasloper Guido Gutsen. Pas van de voren in de binnen. Spelverdeler natuurlijk Peter Blanchet. Albert Christina is de tweede binnenman naast Bas van der Goor. En omdat Richard Schuil nog steeds geblesseerd is, is Martijn Dieleman diagonaal speler vandaag. Joost Koistra van nu nog Zwolle volgend seizoen Dynamo. Heeft de moeilijke taak
de positie van Marco Klok over te nemen als libero. Hij zal zeker in de beginfase van de wedstrijd weinig aan spelen toekomen. Omdat zowel Bas van der Goor als Albert Christina, de twee middenmensen die ook meedraaien natuurlijk naar achteren, blijven staan en dus gewoon gaan pasen. Straks als Martin van der Horst erin komt in het achterveld, dan zal Kooistra zijn positie overnemen als paser. Eerste service van de wedstrijd is voor Konstantin Ushakov. En Gutsen keurig via het tweemansblok van de Russen. Met het eerste punt voor Nederland. Net service mag dus, internationaal. Mag ook met de Europese clubtoernooien. Maar opvallend genoeg weer niet in de Nederlandse competitie. Van der Goor. Mooi snelle middenaanval. Geen Russisch blok. Opnieuw via de netrand. En een mooi blok. Christina Numero. Ook Christina speelt bij Roeselaar, net als Van der Horst. Werd dus ook kampioen in België. En een goede service van Bas van der Goor zorgt ervoor dat Nederland afstand neemt in de beginfase van de wedstrijd 4-1. Op zich leek die bal houdbaar. Slordig van Glupov. Leek bijna een direct punt van Nederland. Uit weer een goede service van Bas van der Goor. En via Martijn Dieleman. Die goed geplaatst kort achter het blok wist te leggen. En het loopt even heel gemakkelijk bij Nederland. Net uit. Tweede punt voor de Russen. Kazakov. Net fout gemaakt. Door Jakov Lev. En hier geen kans voor de Nederlandse blok. 6-3. Jakov Lev aan de service. De grote man bij de Russen tijdens het toernooi in de World Cup. Werd daar uitgeroepen tot de en beste speler. En hij maakt ook de meeste punten. Opvallend als diagonaalspeler. Omdat je dan een soort puinruimer bent. Je krijgt de ballen die eigenlijk niemand anders kan pakken. En meestal scoort een middenman de meeste punten. Maar hier is hij kansloos, Jakov Lev. Snel gespeeld door Blanchet op Albert Christina. Nederland op 7. Driemansblok van Nederland. Het is Nederland als eerste bij de 8 en dat betekent een verplichte time-out. Germans loopt weg met deze Albert Christina. Staat eigenlijk helemaal niet ter discussie. Terwijl het aanbod juist op die positie groot is. Bas van der Goor natuurlijk buiten alle discussie. Dan heb je dus Christina,
Mike van der Goor, die geblesseerd is, dat dus vandaag niet bij is. Sander Olfstoorn is er nog en nu dus Martin van der Horst er ook nog bij. En één speler zal dus sowieso moeten afvallen, mocht Nederland er nog een lange zomer van maken. Dit is Sander Olfstoorn. Wisselend seizoen, als ik bedoel Dynamo. Hij blijft, terwijl Dynamo voor de rest wat aan het leeglopen is. Oudspeler van Dynamo is dit, Albert Christina. Ja, een mooie zomer voor het Nederlands team. Dat zou kunnen gebeuren als het 25 juli goed van start gaat op het Olympisch kwalificatietoernooi in Frankrijk. Een toernooi met Taiwan, Frankrijk en Canada. Dan alleen de nummer 1 in die pool van 4 gaat naar de Spelen. Nummer 4. Met een goede service. En daarmee ligt de basis. Voor het punt voor Nederland. Van de Goor net niet bij die bal. Stond in de finale van de play-offs om het Italiaans kampioenschap tegen de ploeg van Marco Klok, Roma. Maar Modena stelde wat teleur, het werd 3-0 voor de ploeg van Klok. Alleen in de laatste wedstrijd had Modena nog wat kansen. Kwam ook nog op matchpoint bij een 2-0 stand in sets. Maar verloor uiteindelijk de wedstrijd met 3-2 en dus ook het Italiaanse kampioenschap. Geen prijs dit jaar voor Bas van der Goor dus. Goed blok, leek het te zijn van Van der Goor en deze Guido Geurtsen. Bal gaat uit. Kloeghoff met een hele rustige service, gepakt door Nummerdorg en Dieleman. Op het lichaam van diezelfde Kloeghoff. Een van de jonge talenten bij de Russen. En zo pakt ook Dieleman zijn puntjes mee. Flukje voor Geurtsen, die de bal op zijn hand kreeg. Maar niemand rekende meer op die bal. Dus Ushakov. De bal kwam een beetje verkeerd uit voor Bas van der Goor. Maar het remmende blok van Nederland werkt en dus een herkansing voor Guido Geurtsen. Vierde netrand. Ja, je kon wel zien dat hij... Die bal van Ushakov, wat ongelukkig kwam voor Kazakov. Die Ushakov, ja, en Kazakov moet blijven staan, kan niet doorlopen richting net. En de Nederlandse blok kon zich prima instellen erop. Wat wilde service van Guido Geurtsen daar overheen. Dus 13-8 voor Nederland. En weer Dieleman. Hij speelde het afgelopen jaar in Spanje bij Numancia. Hij speelde ook nog in de Champions League tegen Dynamo. Stelde wat teleur, Numancia. En hij heeft nu een... Een maand om zich te bewijzen, Martijn Dieleman. Nummer 1 diagonaalspeler Richard Schuil komt er weer aan. Is weer in training. Maar hij traint nog niet met de groep mee. Weer zo'n snelle middenaanval
van Blanger die Christina gewoon goed weet te vinden. Was ook een tandem die heel goed liep tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi in Polen. Toen Nederland dus niet redde om zich te kwalificeren voor Sydney. Nu geen kans voor Bas van der Goor. Op de inzet van Tchoukin. Dat is 15-10. Jakob Lev. Ontzettend harde service, zoals Rusland sowieso heel veel power heeft. En dus Nederland op 16 en weer een time-out. Een van de betere Russen is er trouwens niet eens bij. Oliver. Middenman van Cuneo. Hij is achtergebleven in Rusland. Omdat Rusland gewoon een ontzettend groot aanbod heeft. Чуть побыстрее играть на краях на блоке. Костя, немножко по разнообразию. Костя, я даже вот Ja, weinig problemen natuurlijk voor Germans, 16-10. Mooie voorsprong in de eerste set. Zolang die service drukker is, is Nederland eigenlijk niet de problemen geweest. Gaan we de nummer door. Weer een goede service. Het is gelijk. Kansen van Nederland. Dieleman. Ja. Het is mooi om te zien dat jonge jongens zoals Nummerdorf met zijn service en nu Dieleman goed meedraaien in dit Nederlands team. Geen kans. Voor het Nederlandse achterveld op de inzet van Jakob Lev. Net uit van Appie Christina. In de breedte heeft Nederland eigenlijk helemaal niet zoveel mogelijkheden om te wisselen. En Klok en Mike van der Goor er dus niet bij zijn. Alleen direct aangewezen speler is Martin van der Horst. Er is twee spelverdelers op de bank bij Nederland. Kars van Tarel en Michel Latouin. Erik Schaal, de jongere broertje van Richard. Als diagonaal zit op de bank. En verder Xander Olstoorn, de middenman van Dynamo. Ja, volgens spelen ligt daar toch ook een beetje het mantel van het Nederlands team. Die basis die gaat wel, die staat er wel. Die kan zich opladen, maar als een wedstrijd wat langer duurt, of het zit even tegen, wat zijn de mogelijkheden om te wisselen? Gutsen. Die Nederland naar de 20 slaat, 20-13. En zoals al vaker met Gutsen, dan wordt hij wat wilder. Iets te wild hooi op zijn vork. Service net uit. Christina, mooie 3 meter aanval via het Russische blok. Via de handen van Jakob Lev. Nederland naar de 21. En dus een time-out aangevraagd door de Russische coach. Door Chipolin. Ja, Nederland mag deze set natuurlijk niet meer uit de handen geven. Een marge van 7 punten over de 20.
moet er geloof ik goed zijn. Mocht Nederland overigens in slagen om zich dus eind juli te plaatsen voor de Spelen in Sydney, dan speelt Nederland nog twee oefentoernooien. Eentje in Finland, een vierlandentoernooi. Midden augustus en eind augustus ook nog een toernooi in Argentinië. En de Spelen beginnen dan 15 september in Sydney. Want drie ploegen moeten zich plaatsen voor de Spelen. Er worden in Europa drie kwalificatietoernooien gehouden. Met allemaal vier landen die meedoen. En alleen de nummers 1 van die toernooien gaan rechtstreeks naar de Spelen. En als afsluiting van het jaar is er van 15 tot en met 30 november ook nog een World Challenge toernooi in Tokio. Maar ja, als Nederland niet aan de Spelen gaat, dan is het allemaal een beetje mosterd naar de maaltijd. Bas van der Goor. In het net. Nederland nog altijd 4 punten verwijderd van winst in de eerste set. 21-15. Slordige service van Kazakov. Middenman van Modena, ploeggenoot is van Bas van der Goor. En nu dan Dieleman. Met een goede service. En dus Dieleman die het ook af mag maken, maar dan ja, komt de setup van Blanchet wat te ver van het net. Ook niet heel hoog. Dieleman moest een beetje inhouden. En sloeg recht in het Russische blok. Jakovlev. Goed gewoon onder die bal gekregen van Guido Gutsen. Dieleman dan niet voluit. En via Tetchukin. 17e punt voor de Russen. Blanchet kwam heel ongelukkig uit. Net, geen netfout gemaakt door Numerog. Vervolgens een koud kuntje voor Tetchukin om het af te maken. Dus Kruiper toch weer 3 puntjes dichterbij. 22-18. Weer een goede service van Jakovlev. Nummer door. Recht in het blok. Tweemans blok van de Russen. En dus zegt Toon Germans. Hadden we ons niet overlopen. Even een time-out om even het ritme bij de Russen weg te halen. Hier weer die goede service van Jakovlev. Nummer door. En nummer door die dan ook in het tweemans blok van de Russen slaat. Maar toch, waarschijnlijk speelde prikjes in de slotfase van deze set. We gaan even steunen met elkaar erbij. Eén door rotatie heen slaan en zijn we weer. 3 punten van de winst in de eerste set af. Zal Nederland toch niet meer gaan weggeven. Van der Horst speelde mee tegen de Denen. Twee oefenen in het land. Anderhalve week geleden. Omdat toen Bas van der Goor nog niet bij was. En nu staat hij inmiddels op 318 in het land. Martin van der Horst. Jakovlev met een iets rustige service. Aanvankelijk betekende dat kansen voor Nederland, maar kansen kunnen snel keren. En Tetchukin slaat de Russen naar 20. 22-20 nog maar. Nederland moet toch een beetje gaan oppassen. Geen blok, alleen Blanchet daar. Dan valt het Roman Jakovlev. Van de Goor. Blanchet denkt, ik probeer het een keer met een doortekbal. Maar Jakovlev slaat de Russen naar de 21. Zou het dan toch nog? Ja.
Libero, goed gepakt. Middenaanval met Christina eindelijk. He, he. 23-21. Door weer die snelle middenaanval via Blanchet en Christina. Met een ingehouden sprongservice van Numerdog. Keurig klaargelegd. De Ushakov voor Tetsukin. 23-22. En daar komt Dynaikin. 2,16 meter. De speler van Parma. Sergei Tetsukin. Ook hij speelt bij Parma. Bijna een voetfout gemaakt. De power van Gürtse was nog niet genoeg. Gelukje daar voor Gürtse. Maar hier komen de Russen waarschijnlijk op 23-23. Uiterste krachtsinspanning van der Gorg is voldoende om Nederland nog even voorsprong te houden. Maar nu is het wel gedaan. 23-23. En daar geeft Nederland het toch slordig weg. Tetsukin. Bijna met kunst en vliegwerk lukt het Nederland nog. Maar zo komen de Russen op setpoint. 24-23. Nederland op een 21-14 voorsprong. 7 punten. En nu op een punt achterstand. Weer een goede service van Tetsukin. Gürtse, recht in het tweemansblok van de Russen. En opnieuw Gürtse met een prikbal, nee. En hier is het gedaan, 25-23 alsnog voor de Russen in eerste set. Wat een tegenvallen voor Nederland. Lachende gezichten natuurlijk bij de Russen. Nederland op een 7 punten voorsprong in eerste set. En in het restant scoorde Nederland nog maar 2 punten. En de Russen 11. En zo staat Rusland op 1-0 in sets in Eindhoven. Straks gaan we verder met volleybal in Eindhoven. Nu eerst wielrennen. De eerste set is gewonnen door de Russen. We pakken de partij op in de tweede set. U hoort Twan van Peperstraat. Stand in de tweede set is 16-13 voor de Russen. Nederland kon tot de 10 goed meekomen met de Russen. Maar daarna een verschilletje van een punt op 3-4 steeds. Nederland staat op dit moment niet echt goed te spelen. Curieuze eerste set dus ging eraan vooraf. Nederland toen op een 21-14 voorsprong. En terwijl Nederland nog maar 2 punten erbij scoorde, scoorden de Russen 11 punten. En zo vonden zij de eerste set met 25-23. Via een hoogkomende Bas van der Goor Nederland op 14. Peter Blanchet aan de opslag. Doordrukbal in één keer. Van Ushakov. Maar technische fout gemaakt. Nederland krijgt het punt dus in de schoot geworpen. Slechte paas. Bij de Russen. En dus is het blok van Bas van der Goor gewoon goed. Ja. 16-16. Nee, toch niet. Ushakov. Van de Goor. Het zijn meestal de inkoppertjes voor Bas van de Goor, maar nu eens even kijken. Net iets te ver. Net achter van de Goor. Hard op het Russische blok. Van de Goor zelf met de setup. En Diederman via het Russische blok. Nederland dus zonder Richard Schuil. Die wel weer gaat beginnen met de training. En hopelijk binnenkort ook de groepstraining kan hervatten. Verder geen Mike van der Goor. En om wat curieuze redenen ook geen Marco Klok.
die na zijn Italiaanse kampioenschap heeft besloten op vakantie te gaan. En dat zomaar tussen neus en lippen even meedeelde aan bondscoach Toon Gerbrands. 1917. Een ingehouden service van Golipov. Maar een eenmaals blok voor Van der Goor. Bas van der Goor met een wilde sprongservice. Daar vraagt het volleybal tegenwoordig om. Maar buiten de lijn. Dieleman. Heel mooi, heel goed. Hoogkomend, tweemaals blok tegenover hem. Daar heeft hij geen enkel probleem mee. De tweede man was zelfs nog onderweg. Tuchukin. Vierde handen van Blanchet net buiten de lijnen. En zo de rust dus op 20. 20, 18, 21 zelfs. Met het kanon. Jakovlev. Naar service. Dieleman. Ook weer iets achter hem kwam die bal. Waardoor hij niet voluit kon slaan. En zo het initiatief gaf aan de Russen. 22-18. Russen nog maar 3 punten verwijderd van 2-0 in sets. En net was een servicebeurt van deze Jakovlev. Nederland. Fataal geworden in de eerste set. Eens kijken hoe het nu verder gaat. Nummer 9, bal hoog. Dat is hoog. Toch Gerbrands, het was al lange tijd duidelijk dat hij na de spelen na 4 jaar weer zou weggaan. Ongeacht dat Nederland de spelen zou halen of niet. En hoe Nederland daar zou presteren. Inmiddels is duidelijk geworden wat hij gaat doen. Hij gaat terug naar Rijkswaterstaat. Hij zal misschien als adviseur in het volleybal of misschien zelfs wel het voetbal actief blijven. Onze grote vriend Roman Jakovlev, nog altijd aan de opslag. Jakovlev die het afgelopen seizoen speelde in Italië. Op Cosmagaf. De ploeg die zelf degradeerde. De doortikbal van Blanchet zorgt ervoor dat Nederland nog een beetje in de pas blijft meelopen. 22-19, nog wel voor de Russen. Nummer door met wat geluk. Dieleman krijgt zijn handen nog net achter die bal en Geurtsen moet het dan afmaken, maar slaat recht in het Russische blok. Gerbrands boos, want de World League heeft een andere regel ingevoerd dat een wissel voortaan schriftelijk moet worden aangevraagd, een rally van tevoren. Dus als je een lange speler wil inbrengen op het moment dat je zelf aan de opslag bent, zodat je side-out kunt gaan spelen en kunt gaan blokkeren. Dat verhaal wordt steeds lastiger omdat je dat als al van tevoren moet inzien. En het afhankelijk is of je zelf dat punt maakt of niet. Het is in ieder geval een lastig verhaal, maar nu ging de Russische coach Cipollin gelijk over tot een wissel. Hij bracht dus de lange Dynaikin in voor de spelverdeler. En dat zou dus eigenlijk volgens de laatste regels niet meer mogen. Gerbrands zit ook echt verbaasd op zijn stoel, van hoe is het mogelijk? Christina, hard in het net. En dat betekent dat de Russen op setpoint komen in de tweede set op 24-20. En zo heeft Nederland eigenlijk in deze gehele tweede set geen vuist kunnen maken. Goed begin in de wedstrijd, in de eerste set.
vanaf de tiende deze tweede set steeds achter de feiten aangelopen. Nederland komt nog wel op 21. Via Guido Gutsen. Maar Blanchet mag gaan serveren. En waarschijnlijk zal dit het laatste punt van de tweede set zijn. Bok is goed van Van der Goor en Gutsen. Diedeman met naast hem, Van der Goor ook prima. En Gutsen met misschien nog een punt voor Nederland. Nee. Via de linkervuist van Bas van der Goor. Het 25e punt voor Rusland in de tweede set. 21 punten voor Nederland. En dus staat het hier in Eindhoven. 2-0 voor Rusland in de eerste wedstrijd om de World League. En we gaan straks weer terug naar Eindhoven. Dat staat tot 18-13. U hoort Twan van Peperstraten. Blanchet. Die heeft besloten nog een jaar te blijven spelen bij Vrevok. Uit het Nieuwegein. Via deze Gulipov. 14e punt voor de Russen in de derde set. Mooie middenaanval via Bas van der Goor. De lengte van Blanchet. Eigenlijk gewoon stilgelegd. Van der Goor hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. Gutsen. Dit keer met een rustige geplaatste opslag. Maar het wordt gelijk afgestraft door de Russen via Kazakov. Die lange man van Modena, 2,17 meter. Nog langer dus dan die Nijkien. En ook langer dan Martin van der Horst. Vierde man. Ja, zo werk je ook aan het zelfvertrouwen. Alleen Jakovlev. De blokkering tegenover hem. Dus Nederland op 20. 20-15. Maar de geschiedenis kennende, de eerste set kennende, gaan we niet te vroeg juichen. Toen stond Nederland op een voorsprong van 7 punten. En gaf het nog weg. 25-23 werd die set. Een handige setup van Blanchet. Kan niet gelijk worden afgemaakt door Christina. En nu ook pech voor Dieleman. Die iemand ongelukkig kreeg. Ja, dat heb je als dier van aanspelen. Dan ben je een soort puinruimer. En dat was nu duidelijk te merken. 20-17. Kazakov. Christina. Kan gepakt worden door de Russen in de verdediging. Dan heel wild geslagen. Door dat talent Savelier. Dus 21-17. Dieleman. Begin deze maand is hij 21 geworden. En heeft eigenlijk al een hele geschiedenis achter zich. Natuurlijk speelde hij lange tijd voor Nesselanden. Had daar een beetje een grote mond. Werd weggestuurd. Ging even naar Brevok. Breda. Toen degradeerde hij. Maar hij kwam weer terug via Zwolle in de Nederlandse competitie. De Eredivisie. En na een jaar ging hij daar ook weer weg. En nu speelt hij dus in Spanje bij Numancia. Nederland op 22 via Reinder Numerov. Via het Russische blok. 4 punten in het voordeel van Oranje. Numerov zelf met de service. En ook Numerov weer met de verdediging. Nu moet het worden afgemaakt op Gutsen. En het lukt Nederland op 23. Time-out aangevraagd door Cipollin, de Russische coach, om het Nederlandse ritme even te doorbreken. En een marge van 5 punten, ja, dat mag je natuurlijk niet meer weggeven. Maar dat zeiden we ook al in de eerste set, toen het verschil 7 punten was. Maar ik durf het eigenlijk wel te halen. Nou, de Russen zullen misschien ook deze set een beetje laten lopen.
dat hij 2-0 voorsprong in de achterzak. En als we de geschiedenis er even bij pakken van de World League, Nederland en Rusland. Beide ploegen doen sinds 1990 al mee aan de World League. Nederland heeft 1 keer gewonnen in 96. Voorafgaand aan het Olympische goud in Atlanta. En een beetje uit bijgeloof heeft Nederland dus ook deze spelen, of sorry, deze finale van de World League weer binnengehaald. Voorafgaand aan de Olympische Spelen. Rusland heeft overigens de World League nog geen 1 keer gewonnen. Ook niet als Sovjet-Unie, ook niet als Gos. Rusland werd wel inmiddels al 3 keer tweede. Service van Nummerdorg uit. 19e punt voor de Russen. Maar Nederland nog altijd 2 punten verwijderd van winst in de derde set. Dynaikin met zijn 2,16 meter weer in de ploeg gekomen. En via een wat nonchalante smash van Kristina komt Nederland op setpoint in de derde set, 24-19. Kristina zelf met de service hard, goed, maar wel gebakt door de Russen. En dan gooit Kristina zijn hele ziel en zaligheid in de strijd. Om Jakovlev af te stoppen, maar dat lukt niet. 24-20, Nederland nog 4 setpoints over in de derde set. Blanchet. Op Rutte en dan is het wel raak. Maar Nederland heeft niet lopen in de eerste set. Komt Nederland nu wel in de derde set tot scoren op het setpoint. Via Guido Gutsen met heel veel power. 25-20 in de derde set. Maar wel nog altijd 2-1 in sets in het voordeel van de Russen. Straks is de vierde set de Nederlanders. En in de vierde set staat het 16-11 in het voordeel van de Russen. Martin van der Horst. 318 interlands heeft hij al op zijn naam staan. Dit is nummer 319. Hij komt erin voor Albert Kristina. Hele goede service van Bas van der Goor. Net over het net. Ook geplaatst. 12-16. En weer van de Goor met weer een goede service. Kan nu wel gepakt worden, maar is zo lastig gepaast dat Utsjakov alleen maar een netfout kon maken. En dus Nederland terug tot 16-13. Van de Goor. Is die nog zo'n goede service in huis? Ja, via de netrand. Dus moet de setup van heel ver komen en is het Nederlandse blok daar. Ja. De basis werd gewoon weer gelegd bij die goede service van der Goor. Waardoor het voor Utsjakov heel lastig werd. En Jakovlev van heel ver tegen het Nederlandse blok. Het moest ik erop houden, deze lange servicebeurt van Bas van der Goor. 17-14 dus, gelijk een punt voor de Russen. Gulepov. Met een rustige service. Dus kansen voor Nederland. Maar het eerste punt voor Martin van der Horst. In deze World League gaat hem niet door. Binnenkort spelen ze ook weer samen. Bij Vreefok in Nieuwegein. Blanchet en Martin van der Horst. Blanchet heeft zijn contract met een jaar verlengd en Van der Horst komt dus over van Roeselare. Waar hij een goed seizoen heeft gedraaid, kampioen werd en ook werd uitgeroepen tot speler van het jaar in België. Een foutje van Bas van der Goor, de Russen op 19. Nederland moet nu iets gaan doen. Dit is een begin via Martijn Diederman. Zag er aanvankelijk uit als een prima opslag, maar toch net uit. En dus komen de Russen op 20.
Kazakov. Bal was nauwelijks te pakken van Numero. Moet het nu weer doen vanuit een lastige positie. En dan eindelijk, ja ja, een mooi blok daar. Blokkerend in de vierde set zat het voor Nederland niet helemaal mee. Maar nu Blanchet en Van der Goors naast hem. En dus 2016, Numero. En Gutsen. Ja ja. Het zijn even de momenten waarop het moet gebeuren. Rusland nog maar 5 punten verwijderd van winst in deze wedstrijd. Paasfout gelijk afgestraft door Guido Gutsen. Nummer door. Remmend blok bij Nederland. Blanchet kiest voor Martijn Dieleman, de puinruimer. En dan, ja, buiten de antenne. Punt van Nederland, 2018. Nederland doet weer mee in deze vierde set. Nummer door. Speler van Ravenna uit Italië. Kansen van Nederland om op 19 te komen. Ja, Dieleman. Vaag genoeg. Maar een kansing voor de Russen. En Yakovlev. Straft het ook in één keer af. 21-18 in plaats van 2019. En Christina komt er weer terug in voor Martin van der Horst. Dat betekent ook dat Joost Kooistra, de libero, nog steeds niet in het veld is gekomen. Hij zou er eigenlijk inkomen voor Van der Horst in het achterveld. Maar het is niet nodig, nu Van der Horst al weer uit is. Tiedeman die de bal net uitslaat en dus 22-18 voor de Russen. Gutsen met heel veel kracht recht in het Russische blok. Hij hoopte juist het Russische blok te gebruiken. Via de Russen uit te slaan, maar die recht in het blok betekende dat de bal in het Nederlandse vak terecht kwam. Dus 23-18 voor Rusland. Nog maar 2 punten verwijderd van winst in deze wedstrijd. En dus zou je mogen zeggen gelopen koers. Tenzij er meer van dit soort momenten voor gaan komen. Yakovlev onder in het net. Maar nog altijd 4 punten in het voordeel van de Russen. Die Nijkin. De man die in Italië een service sloeg van 122 km per uur. Voor zijn ploeg Parma, de hardste service ooit. Moet er even in het veld blijven staan. Omdat de wissel niet goed is doorgevoerd bij de Russen. En dus moeten ze even verder zonder spel van hebben. Want Kutsjakov weer eruit gaat. Albert Christina. Bij een afstand van 19-23 in de vierde set van Nederland. Geen netfout gemaakt door Nederland. Punt gaat door. Nederland op 20. En dan toch de wissel weer. Kutsjakov voor Pinaki. De vorige service mocht er wezen. Eens kijken hoe het met deze gaat. Albert Christina. Weer prima. Blok van Van der Goor is goed. Nog een keer een goed blok van Gutsen en Van der Goor. En dan een remmend blok. Gutsen. Geplaatste bal. Maar een herkansing voor Nederland. Dat moet dan gebeuren via Dieleman. En dat doet hij. Maar er is een netfout gemaakt, wordt er gezegd. Dus punt voor Rusland. En niet zomaar een punt, een heel belangrijk punt. Want de Russen komen daarmee op 24-20 en dus matchpoint. 2-1 is het.
24-20 in de vierde set. Eerste matchpoint. Wordt niet zozeer weggewerkt door Nederland, maar weer meer verputst door de Russen. Blanchet. Met een rustige service en dat zou dan kansen gaan bieden voor de Russen. En dat maken ze ook in één keer af. Het is heel stil in Eindhoven. Als Rusland de vierde set pakt met 25-21. En dus de wedstrijd ook met 3-1 wint. Nederland is dus al geplaatst voor de finale van de World League. Kortom, het zal dit zien als een soort oefenwedstrijden. Maar het komt er hier eigenlijk tegen de Russen nauwelijks aan te passen. Het speelde goed in de eerste set, maar gaf die toch nog met 25-23 uit handen. Het werd 25-21 in de tweede set ook voor de Russen, toen Nederland alleen maar achter de feiten aanliep. Nederland bood goed tegenstand in de derde set en pakte die set met 25-20. En de vierde set was ook weer zo voorbij. Een oppermachtig Rusland met 25-21. De eerste wedstrijd voor Nederland in de World League. Gaat niet echt best voor Oranje. Nederland verliest hier in Eindhoven met 3-1 van Rusland. Tegen Rusland. We gaan nu even rechtstreeks over naar Eindhoven, waar de wedstrijd op het punt van beginnen staat. U hoort zo dadelijk Jan Stekelenburg. Goedemiddag, Indoor Sportcentrum Eindhoven, Nederland, Rusland. Tweede wedstrijd dus in de World League in de pool, waarin Nederland speelt met Cuba en Frankrijk en Rusland dus. Alles gaat leiden naar de World League finale in Rotterdam van 10 tot 16 juli, waarvoor Nederland automatisch de plaats is. Maar dit zijn ideale wedstrijden voor het Nederlands team om zich voor te bereiden op de kwalificatie voor de Olympische Spelen. De basisopstelling van Nederland, waarmee over 2 minuten wordt begonnen, rijdt de nummer door Guido Gutsen, Bas van der Goor, Peter Blanchet, Albert Christine en Martijn Dieleman. Martijn Dieleman is de plaatsvervanger van Richard Schuil. Die is aan zijn knie geopereerd en zal waarschijnlijk in de loop van deze weken wel weer bij het Nederlands team gaan spelen. Dan Rusland, Igor Tsyulopov, Alexei Kazakov, het geweld, Roman Yakovlev, Konstantin Ushakov, de spelverdeler, nieuw Ilya Savilyev en Alexei Kulichev. Dat zijn de grote mannen bij het Russische team die straks krachtvolleybal gaan laten zien. Vreselijk harde opslag, vreselijk harde smashes. Dat is het volleybal van de nieuwe eeuw. Dat zo gewijzigd is door het nieuwe systeem. Rechts Martin van der Horst, de man die een bedreiging of een concurrentie moet gaan vormen voor de middenspelers. Af en toe zal hij erin komen als versterking van het Nederlandse blok. 35 jaar en is dit seizoen dus teruggehaald door coach Toon Gerbrands bij het Nederlands team. Hier het voorstellen van de Russische basis 5, basis 6. Opvallende bij het Russisch team is gewoon, nou ja, opvallend, de libero, nummer 8. Want die is eigenlijk bij het Nederlands team niet aanwezig. En dat is een verhaal op zich. Coach Toon Gerbrands had Marco Klok, de libero, die bij het Italiaanse Piaggio Roma speelt, die ook landskampioen geworden is, had hij aan de lijn. Het begin van deze week. Marco Klok zei tegen Toon Gerbrands dat het even niet meer zag zitten. En sinds die tijd is alle contact tussen de coach en de libero is verdwenen. Hij is gewoon op vakantie gegaan. Kon het even niet aan, was overspannen, zei hij. En dat zal nog wel een staartje hebben natuurlijk. Maar de eerste 6 wedstrijden moet Nederland erop rekenen dat ze zonder Marco Klok spelen. In beeld Peter Blanchet, de record international. Internationaal, 469 interlands heeft hij inmiddels achter zijn naam. En dit is de libero die Marco Klok zal vervangen, maar hij zal niet al te veel optreden. Jos Kooistra, want zijn stoppen is op dit niveau natuurlijk nog niet zodanig dat hij de bal prachtig bij spelverdeler Peter Blanchet kan neerleggen. Coach Toon Gerbrands. En wij gaan beginnen aan de tweede wedstrijd van Nederland, terwijl wij kijken naar de Hongaarse scheidsrechter. Radi heet hij. We hebben een tweede scheidsrechter, een Hongaar en een eerste scheidsrechter in Belg. De Belg is Notaerts.
Eerste opslag. Bal in het veld, in het spel gebracht door Alexei Kulichev. Speler die gewoon nog bij de Russische competitie speelt. De rest speelt bijna allemaal in de Italiaanse competitie. Peter Blaget met Bas van der Goor. Bas van der Goor die de strijd om de Italiaanse titel, dus eigenlijk zeg maar het wereldkampioenschap clubs, verloor van Piaggio Roma, het team van Marco Klok. Guido Gutsen. Via het Nederlandse blok, smash van Savoljev. Gisteren stond hij niet in de basis, speelt bij Parma. En hier passeert hij het blok van Martijn Dieleman en Bas van der Goor. Jakovlev. Zullen we meer zien vanmiddag? Veel risico bij de opslag. Want het gaat om geweld, het gaat om kracht. Bas van der Goor. Uit. Savoljev. Stop van Guts is goed. En via de handen van het Russische blok door Albert Kristi naar buiten geslagen is goed. Drie, twee voorsprong voor Nederland. Goed middenblok. Zijn de scores 4-2. Goed op tijd van Albert Kristina. Aanval van Kazakov. Martijn Dieleman. Via het blok buiten voorsprong van Nederland in de eerste set tegen Rusland 4-3. Natuurlijk later deze middag uitgebreid aandacht nog voor het volleybal. We gaan nu weer naar het motorsport op het circuit van Mugello in Italië. Opslag van de Russen bij de stand 20-16 en nu 21-16 in het voordeel van Nederland. Nederland heeft steeds een voordelige marge gehad van een punt of 4-5, dat hebben ze nu nog. Maar ik haal heel eventjes in de herinnering dat ze gisteren voorstonden met 22-15 in die eerste set. En die eerste set alsnog verloren. Maar Nederland staat goed te spelen. Je ziet dat de wil er is, dat de overtuiging ook bij de spelers is. Ze hebben gisteren dan weliswaar verloren, maar coach Toon Gerbrands was toch behoorlijk tevreden over het spel. Het is een beetje een domme fout van Bas van der Goor, die wel goed staat te spelen. Guido Gutsen. Tactisch. Prima. Van de hele lange Stanislav Giannakin. 2,16 meter is die. Kan deze snelle bal niet krijgen. Niet te pakken krijgen. 22-17. Nederland 3 punten af van de overwinning in de eerste set. Bas van der Goor. Moet natuurlijk het Nederlands team dragen. Kazakov. Goede middenaanval. Herhaling. Bas van der Goor met de opslag. Komt goed bij Ushakov. En Albert Kristina wordt gepasseerd. Opslag Savoljev. Libero van Nederland treedt niet op. Dus Nederlandse stoppers worden op de proef gesteld. Netservice van Savoljev. En Martijn Dieleman. Speelt bij het Spaanse Numancia. Is dus de vervanger van Richard Schuil als de man diagonaal met Peter Blanchet. Moet dus de meeste ballen in principe slaan. Kazakov, Alexei. Hardste service van het internationale volleybal. Rijn de nummer door via het blok uit. Ja. 24-19. Matchpoint voor de Nederlandse ploeg. Dat mogen ze toch eigenlijk niet meer uit handen geven. Time-out, aangevraagd door de Russische coach Chipulin. Het is trouwens de vraag of die Russische coach de belangrijkste man is. Dat is hij eigenlijk niet. Want de tweede coach, Vladimir Kondra,
is de man die eigenlijk de lijnen uitzet. Ook tactisch. Kondra, jarenlang de coach van het Franse team. Het is hem. Toch Gerbrands. 24-19. Nederland speelt dus samen in een pool met Frankrijk en Cuba. Gisteren was er een prachtige wedstrijd tussen Frankrijk en Cuba met cijfers. Frankrijk won dus met 3-1 van Cuba. Waardoor de stand in die pool B op dit moment is dat Frankrijk en Rusland op kop gaan. Maar de cijfers van Frankrijk-Cuba waren 25-21. Tweede set 41-43 in het voordeel van Cuba. Derde set 25-23. Vierde set 25-22 voor de Fransen. Heel lang, 2 uur duurde die wedstrijd en dat is in het rallypoint systeem opzienbarend. Wij kijken naar het setpoint voor Nederland met Reinder Nummerow. Neemt veel risico. Opslag gaat tegen het net, maar dan moet het doorgespeeld worden. Dat mag. En dan staat Stanislav Wijnijking de bal in het net. En dat betekent dat Nederland die eerste set wint met 25-19. Goed begint hier in Eindhoven. Er straalt ook wat van het Nederlands team af. Van we laten ons niet zomaar naar de slagbank leiden. We zijn iets aan het laten zien. Eerste set hier in Eindhoven, dus gewonnen door Nederland met 25-19. Tweede verplichte time-out. De situatie in de tweede set is eigenlijk een beetje omgekeerd met de eerste set. Toen had Nederland voortdurend een voorsprong van een punt of 4-5. Nu zijn het de Russen. De Russen, waarvan de coach Chilupin en Kondra eigenlijk de wedstrijd heel serieus nemen. Want de basisopstelling in de tweede set, die had onmiddellijk deze speler met nummer 9, Ted Yuchkin, gaf hij te zien. En dat betekent dat ze absoluut niet willen verliezen, de Russen. Nummer door, 16-12. Nu scoren. Maar het geweld van Yakovlev, Roman Yakovlev, de man die in de Italiaanse competitie het afgelopen seizoen de meeste punten scoorde en ook bij de World Cup in Japan de topaanvaller was, scoort het 17e punt. 17-12 dus. En de nummer door, slechte stop. Was van de Goor. Diederman makkelijk over het net. Russen moeten kunnen scoren. Van achter 3 meter lijn, maar het goede blok van Albert Christina. Dat is een mazzelpuntje. Voor hetzelfde veld staat het 18-12, nu staat het 17-13. Springt 2 keer achter elkaar kort op. Albert Christina is net op tijd. Zelfde opslag. Zonde. Je moet natuurlijk risico nemen, want die bal die moet snoeihard over het net. En ook al door de nieuwe regel dat als de bal het net raakt, dat er dan gewoon doorgespeeld moet worden, kan je wat meer risico nemen. Maar al te veel fouten kun je niet permitteren. Ushakov, spelverdeler van de Russen. Vervanger van Vadim Kamutschkik, de oude spelverdeler, die nog steeds wel aanvoerder van het team is. Peter Blanchet, gisteren gekroond tot top international dus. En Kazakov. Alexei Kazakov. Chulipov. Stop van nummer, hoor. Is goed. Bas van de Goor, prima. Patronen zitten er eigenlijk alweer in. Zijn misschien eigenlijk nooit weg geweest tussen Peter Blanchet en Bas van de Goor. Peter Blanchet bij het Italiaanse, of bij het Nederlandse Vrevok. En Bas van de Goor bij het Italiaanse Modena. Ze kennen elkaar al zo lang natuurlijk. En die samenwerking die zal ook op dit niveau niet minder zijn. Alexei Kazakov. Guido Gutsen, weer die tactische bal daar in die hoek. En een slimme bal van Yakovlev. Voorsprong van de Russen. 6 punten. Uit. Kazakov, teamgenoot van Bas van der Goor in Italië. Gaat weer zitten, want zijn plaats achterin wordt ingenomen door de libero, Mitkov.
Petujutskin op de handen van Guido Gutsen. Nee, geen risico nemen. Doe maar zeggen ze, maar het is een te lastige bal voor Martijn Dieleman. Net geraakt. Stop van Gutsen is goed. Dieleman moet, of Reiner Numero moet erin staan, doet hij. Hier de stop van Guido Gutsen. En Reiner Numero onbereikbaar voor het Russische blok. Slimme bal van Kulichov. ...23-17, twee punten af de Russen van 1-1 is sets gelijk. Petujutskin speelt ook bij de Italiaanse competitie, Parma. Het Russische blok is goed. De handen van Bas van der Goor. Dieleman, goed. En veel risico. Zoekt de handen van het Russische blok, dat lukt. Peter Blanchet. Van achter de 3 meterlijn Dieleman. 23-18. En de nummer door. Net sloeg hij een bal precies op de lijn, nu er net buiten. Alexei Kulichev, 21 jaar pas. Gemiddeld dus het hardslaande team van de wereld. De Russen. 24-19 en het setpoint. Tjulepov. Op de handen van Reiner Numero buiten de lijnen. En de eerste set eindigt in 25-19 voor Nederland. De tweede set eindigt met 25-19 voor Rusland. En we staan volkomen gelijk hier in Eindhoven na ongeveer 40 minuten spelen. Tot zover hier Eindhoven. Het team dit weekend de World League begonnen. En dit weekend is Rusland de tegenstander. Nou, gisteren verloor Oranje met 3-1. Vandaag dus de tweede wedstrijd tegen Rusland. De stand was 1-1 in sets. We gaan eens kijken hoe de derde set verliep met Jan Stekelenburg. Albert Christina. 8-4 in de derde set voor het Nederlands team. Geconcentreerd Nederlands team. Dat dus bezig is aan die lange voorbereiding op het kwalificatietoernooi in Frankrijk van 25 tot 27 juli. Waarvoor ze zich moeten kwalificeren voor de Olympische Spelen. Tegenstanders Frankrijk, Chinees Taipei en Canada. Alleen de winnaar gaat naar de Olympische Spelen. Het lijkt voor Nederland een mooie route. Eerste poolwedstrijden tegen dit Rusland, tegen Cuba en tegen Frankrijk. Dat is een zware pool. Dan die finale pool om in topvorm te komen eventueel. En dan uiteindelijk de wedstrijd waar het om gaat. Het kwalificatietoernooi. En zei Toon Gerbrands in een openhartige bui. Als we in Sydney komen, dan zou het best eens kunnen zijn dat we ook nog voor de medailles meespelen. Maar goed, zover zijn we nog niet. Nederland is voorlopig nog subtop. En moet maar eens proberen om deze wedstrijd tegen Rusland te winnen. Onder leiding van de regisseur. Bezig natuurlijk aan zijn laatste seizoen voor het Nederlands team, Peter Blanchet. Kampioen geworden met Frevok. Alexei Kazakov. 24 jaar. Houdt terug. Maar door het feit dat er een libero in het team mag optreden. Nu natuurlijk juist van meer waarde. Omdat hij achterin door die libero vervangen kan worden. Guido Gutsen. Net aangeraakt door Petujutskin. Daar gaat weer de wissel. Kazakov eruit en Mitkov de libero erin.
Daar is hij. Guido Gutsen. Slordige bal. Stomme bal ook eigenlijk. Probeerde hem net achter het net te krijgen. Dit soort fouten moet je eigenlijk niet maken. World League met 10 miljoen dollar aan prijzengeld dit jaar. En steeds maar weer probeert Ruben Acosta te roepen dat dit een heel erg groot en goed toernooi moet zijn en worden in de wereld. 10-9 voor Nederland. Of 10-10 nu. Russen langs zij. Belangrijk deel van de set. Tussen de 10 en de 16. Ga je met voorsprong die time-out in. Dat is best belangrijk. Aangeraakt door Tsulepov. Terwijl die bal dik uitging. Mazzel voor het Nederlands team. Martijn Dieleman. Eerste poging van Peter Blanchet. Dat lukt niet. En dan Martijn Dieleman die hem uitslaat. Maar Tsulepov raakt hem aan. Bas van de Goor. Petjuchka. Nederland nog steeds helemaal zonder libero. Stop van Guido Gutsen. Net. Dan Bas van der Goor. Opslag van Tejuichkin. Komt hij weer. Stop van Guido Gutsen is goed hoor. Misschien ietsje te laag voor Albert Christina. Bas van der Goor, lastige bal. Moet veel risico nemen. Staat hem tegen het net. Periode van de Russen. Nederland verliest 3 punten eigenlijk achter elkaar. ...13-11. Nog Gerbrands gaat zitten. Naast Bas van der Goor. Maar die bal is fout slaan. Dat is een moeilijke bal. Nee, oké, stomme fout. Stomme fout, roept Bas van der Goor. Nee, oké, maar ik ben die ballen. Ja. Ja. En de privéactiviteiten van Toon Gerbrands om dat Nederlandse team weer op te peppen. Laat achter elkaar 3-4 punten liggen en moeten de zaak weer opnemen. Zoals gezegd dus het Nederlands team zonder libero, Marco Klok. Plotseling verdwenen, overspannen zoals hij in het telefoontje aan het begin van de week tegen coach Toon Gerbrands zei. En daarna is niks meer van hem vernomen. Dus Nederland zal de eerste 6 wedstrijden zonder Klok spelen. Het is een belangrijk verlies. En het is maar de vraag wat er met hem gebeurt. Individuele acties van Albert Christina. Het ziet er rommelig uit. Martijn Dieleman. En Albert Christina die elkaar in de weg lopen. Russen profiteren. Absoluut een rommelige rally. Er zat weinig lijn in, maar de Russen scoren en daardoor staat het 14-11. En Nederland moet oppassen, anders raken ze de greep op de wedstrijd kwijt. Die hadden ze wel. Tetiutskin staat klaar. Speler van Parma, maar de vloer moet gereinigd worden. Wedstrijden gaan natuurlijk wat sneller, dat is ook de bedoeling. Verder zijn er natuurlijk nogal wat regels gewijzigd de laatste tijd. Voortdurend is men aan het proberen om volleybal aantrekkelijk te maken. Alsof het dat niet was. Als je nog herinnert hoe de Olympische finale verlopen is, daar zit iedereen op het puntje van zijn stoel.
Gekleurde bal is gekomen. Rallypoint systeem is gekomen. Opslag via het net goed is gekomen. Er was ook sprake van een nieuw wisselsysteem gisteren, maar dat is, vannacht is dat veranderd. Dus voortdurend die wijziging van de regels. Gisteren was er nog een regel dat je een wissel één punt van tevoren moest aankondigen. Nu is het de regel, zoals bij basketbal, dat je als speler met een bord bij de jury mag komen om aan te geven dat je wil wisselen. En dat mag je op elk moment dan doen. 16-11 in de derde set voor de Russen. Nederland moet proberen om die zaak terug te nemen om te kijken of ze weer de greep op de wedstrijd kunnen krijgen. Dit is Vladimir Kondra, de man rechts. Die andere die daarbij staat is de andere coach, Chipulin. Dat schijnt alleen de man met geld te zijn. Dit is de tacticus, Vladimir Kondra. Zo'n groene pop ook. Daar staan we met 3-2 die bal verbrut zitten waar de serve niks is. Brengen die hap, uitspelen, verantwoordelijkheid nemen. Zakt een heel klein beetje weg. Nou, knokken geblazen. Ook met elkaar als een goede. Inderdaad, Nederland zakt een heel klein stukje weg. Knokken. Nou, kom, bij elkaar, spelen. Zes reservespelers bij het Nederlands team. Tweede spelverdeler natuurlijk Michel Atruin. Dit is Martin van der Horst. Verder nog Sander Olshoorn. Gas van Tarel. Joost Kooistra als eventueel reserve libero. Maar veel wisselmogelijkheden heeft coach Toon Gerbrands eigenlijk niet. Dit team wat erin staat moet het doen. Dit is een heel goed blok. Er is een psychologische klap voor het Nederlands team als je direct na de time-out deze bal zo om je oren krijgt. Het is 17-11. Tetyushkin. Hele lastige bal hoor. Mitkov. Ushakov. En Yakovlev. Martin van der Horst komt erin. Terwijl de bal precies voor de lijn eindigt. Martin van der Horst voor Albert Christina. Ja, dat is de nieuwe regel. De bal gaat via het net. Direct punt, 19-11. En dat is een hele erg grote achterstand. Deze gaat weer hard waarschijnlijk, ja. Tijn Dieleman. De Russen staan erop bekend. Keihard slaan. Via het net uit. Smash van Tetyushkin. Niet aangeraakt door de Nederlandse verdediger. Kan het nog. 12-19, Dieleman. Yakovlev, 20ste punt en het is zo degelijk, het is zo sterk, het is zo krachtig. Russen dus winnaar van de World Cup in Japan waarbij ze zich dus plaatsten voor de Olympische Spelen. De Russen die geacht worden de grootste favorieten zijn eigenlijk voor het Olympisch goud. Rende nummer door. Dat is te frivol van de Russen. Nederland maakt nog geen gebruik ervan. Die moet dat doen. Dieleman dan juist goed. Drie mogelijkheden had Peter Blanchet. Thierry Gutsen, Martijn Dieleman en Martin van der Horst. Hij kiest voor Dieleman. Goed blok. Dat moet de kracht zijn van Martin van der Horst. 2,14 meter, maar nu slaan ze langzaam. Martin van der Horst, 35 jaar inmiddels. Speelde het afgelopen seizoen bij Knak Roeselare in België.
langs het Nederlandse blok. Gutsen. Bal komt niet lekker steeds bij Peter Blanche. En daar is voor staat hij door Martin van Oost. Samen met Peter Blanche. Goed blok, sterk blok ook. 2 meter 14 is hij. Jakov Lef. Nederlandse blok te laat. Goeie snelle bal van de spelverdediger. Beetje dooie geschiedenis hier bij de toeschouwers in Eindhoven. Ons team zou wel wat steun kunnen gebruiken. Mitkov, daar staat hij ervoor, de libero. Ja. Nederland zakt weg in deze derde set. Het is 23-15. Igor Tjulupov. Uit. Libero Joost Kooistra. Vangt Martin van der Horst achterin. Kazakov met de snelle bal. Binnen de lijnen. Setpoint voor de Russen. 24-16. Russen die degelijk, klinisch en sterk spelen. En hier de derde set met 25-16 winnen. En daardoor een 2-1 voorsprong in sets behalen. 3-1. Vandaag won Oranje de eerste set, maar verloor de tweede en de derde. We gaan kijken hoe het in de vierde set ging met Jan Stekelenburg. Martijn Dieleman. Begin vierde set. En wat kan Nederland nog? De derde set was niet geweldig. Ze leken er doorheen te zitten. En de Russen spelen gewoon hun rustige krachtspel. Leunend op een keiharde opslag. En een keiharde aanval. Kazakov. Nee, dat kan niet. Misverstand tussen Peter Blanche en Albert Christina. Gepakt door Martijn Dieleman. Afgemaakt door de Rus. Slordigheden aan de Nederlandse kant. 2-0. Je moet eigenlijk beter beginnen. Kazakov. Stop van nummer door is goed. Leuke bal. Ja. Tactische bal van Peter Blanche, helemaal in de hoek geplaatst. Een einde nummer door. Afgelopen seizoen bij Ravenna in Italië. En weer dat Russische blok. Dat nu net buiten de lijnen de bal laat spatten. Nummer door. Te veel risico buiten de lijnen. Roman Jakovlev. Albert Christina. Goed. Ploeggenoot van Martin van der Horst in België. Valt tussen Tjulupov en Ted Jutschkin in. Dit kan weer. Vier. Nummer door, ook normaal vaste stopper als libero Marco Klokker is.
Peter Blanchet. Goed blok. Martijn Liederman. Tjulepov slaat rechtdoor. Liederman is op tijd. Te makkelijk de bal over het net van Peter Blanchet. Aanval is goed. Variatie achter Bas van der Goor springt Guido Guts op. Daar komt hij. Russische blok heeft trouwens goed doorzien. Steeds maar die Yakovlev. En nu in het midden afgemaakt door Alexei Kazakov. 2,17 meter is hij. Langste speler die op het veld staat. En er is wat luchtmacht aanwezig van de Russen. Stanislav Dinijk in, de vervanger, de invaller eigenlijk. Normale basisspeler is 2,16 meter en deze Kazakov is 2,17 meter. Ushakov. Dielemans, goed. Bal ligt goed, komt goed bij spelverdediger Peter Blanchet. En dan kan hij achterover een redelijk snelle bal naar Martijn Dielemans geven. En dan is het Russische blok te laat. En dan leidt Nederland bij de eerste technische time-out met 8-7 in de vierde set. Nederland moet proberen om die vierde set in ieder geval goed te spelen. Want met name de tweede en derde set zakte Nederland terug. Nederland begon goed in de eerste set. Niet op geen fout spelen, Pool A, de stand hier. Er zijn al twee wedstrijden gespeeld door Canada en Argentinië. Canada, de concurrent van Nederland tijdens het kwalificatietoernooi in Frankrijk in juli, won twee keer. Van Argentinië, Joegoslavië won verrassend van Italië. Italië verloor. Pula. En Pool C, de andere vier landen, 12 landen nemen de deel aan deze World League Volleyball. Polen won verrassend heel snel van Spanje met 3-0. En de Verenigde Staten, dat bezig is aan de opbouw van een nieuw team, won van Brazilië. En altijd in het Olympische jaar zorgt het team van de Verenigde Staten ervoor dat ze meespelen. Bas van der Goor, 8-7. Prima, rijden de nummer door. En dat blok dat moet goed functioneren, dat moet goed werken. Tweede kans voor Nederland. Misverstand tussen Bas van der Goor en Peter Blanchet. Eerste bal van Albert Christina niet goed. Tweede bal van Bas van der Goor. En de Russen komen terug tot 9-1. En weer het geweld van Yakovlev, wat ervoor zorgt dat de Russen voorkomen. Nederland laat zich een beetje naar de slagbank leiden. Ze staan een beetje sloop te spelen. Er is niemand die sfeer erin brengt. Tot Marco Klok nog wel eens komt. En zoals gezegd, de Russen spelen klinisch. Maar wel goed en hard.
gaat gewoon keihard. Langs het blok van Albert Christina. Julepov. Stop van Guido Gutsen niet goed. Dielema moet hem dan maar met veel risico er binnen slaan. Mazzel dat Jakovlev deze slechte bal aflevert. En daardoor Nederland niet op 12-9 zet, maar op 11-10. Tijn Dielema. Ushakov. Nummer door, lastige bal. Groot blok tegenover zich, maar doet het goed. Fase waarin nummer door goed speelt. Kansen voor Nederland, maar dan moet Martijn Dielemann dat doen en die durft dat uiteraard niet. Martijn Dielemann bezig aan zijn 26e interland voor het Nederlands team, dat is eigenlijk heel weinig. Vorig jaar plotseling opgeroepen en optredend als vervanger voor Richard Schuil. En dit seizoen ook weer noodgedwongen. Kazakov. Richard Schuil die herstellend is dus van die knieblessure. Stop van Guts, is goed. En we door. Aangeraakt door de Russische blokkering. En Nederland blijft bij. 12-12. Ja, is goed. In één keer punt. Balzak. Voor de voeten van Mitkov. Goed blok. En dan is er weer een sfeer in dat Nederlandse team. Dan wordt het 14-12. Peter Blanchet. Het zijn de momenten waar je de kracht uit moet halen. Deze redding. En deze redding dan. Kansen voor Guido Gutsen. Die moet hem slaan. En dat doet hij. En dan gaat het even weer leven. En dan zie je dat het vooral in dat rallypoint systeem een opleving is van een paar momenten die plotseling weer punten opleveren. Kon Nederland vroeger tijdenlang alleen maar op die side-out spelen. Nu moeten ze dit soort momenten ook goed kunnen spelen. En vooral tegen zo'n kil acterend Russisch team moet je dat helemaal van jezelf laten komen. Goed blok. 6-12. Het is geen goed volleybal. Het is geen mooi volleybal waarmee Nederland dit punt scoort. Het is wel inzet. Het is wel sfeer. En daardoor komt Nederland het 16-12 voor in deze vierde set. En zit de mogelijkheid erin als ze zo blijven spelen om een vijfde set eruit te halen. Kijken nog één keer naar die rommelige rally. Prima blok van Guido Gutsen. Aan elkaar erbij, knok maar, accepteer maar een balletje, maakt er niks uit. Maar veel uit die reacties, dat moeten we hebben. Dus we zijn weg geweest, discipline gespeeld en nu die drijven er een beetje in. Het is mooi, het wordt een beetje druk met die ballen, maar die acties moeten wel blijven. Ja, nou, super. Toch hebben als het komt nu even niet aan op precies prachtig mooi volleybal, maar eerst even weer die sfeer terugbrengen, die vecht dus terugbrengen. Dat gebeurde. En daardoor plotseling van 11-11 naar 16-12 voorsprong. Assistentcoach Wim Koch. Naast Toon Gerbrands. En de cijfers onder in beeld. 2-8 stand in sets. 16-12 voor in de vierde set. Neem weer door. Belangrijke rol.
in de wederopstanding in de vierde set van het Nederlands team. Belangrijke punten. Kulatjov. Nu je punten blijven scoren. Zeker op de opslag van je tegenstander. Kutjes, goed. Mazzelbal van Tete Utschkin. Martijn Dieleman. En dan zie je hoe kil dat Russische team staat te verdedigen. Met die lengte aan het net. Het had een punt voor Nederland moeten zijn dit. Jakovlev, 23 jaar pas. Absoluut de sterkste aanvaller op dit moment bij de Russen. Pieter Gutsjes, goed. 17-14. De bal komt snel van spelverdediger Peter Blanchet naar Guido Gutsen. Kijk maar. Christina, is goed. Bal verdwijnt in de tribune. Stop van Peter Woodskin. 4 punten van de time-out zijn nog aanwezig. 18-14. Staat hem helemaal naar rechts. Time-out aangevraagd door Cipollin en Kondra. De Russische coach wil ook die vierde set naar zich toe trekken. Neemt geen genoegen met deze achterstand. Volgende week dus het weekend in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. Met de dubbel interland tegen Cuba. Begrijpelijk lange time-out. Bas van de Goor in gesprek met Wim Kok. Door die time-out is natuurlijk even het ritme weer gebroken bij Nederland. En dat moet Albert Christina met een goede opdracht weer inbrengen. Kan hij dat? Nee dus. Tete Witschke. Niet aangeraakt door de Russische blokkering. 2 punten achter elkaar van Rusland. Prachtige bal van Peter Blanchet. Stop van Albert Christina was te hoog. Op het net. Twee handen kon Peter Blanchet er eigenlijk niks meer aan doen. En dan deze tactische bal. Prachtig gespeeld. Serveert zelf. Over het net heen gereikt door de Russische speler. Dat is heel slecht van die Belgische scheidsrechter. Hij ging echt helemaal over het net heen. Staat niet op te letten. En terecht zijn de protesten van Bas van der Goor. Maar het helpt niks. Boze Bas van der Goor. Maar het is mazzel van de Russen. Dat ze die bal nog redden. En dan uiteindelijk toch professioneel door Martijn Dieleman afgemaakt. Twee pogingen van Bas van der Goor. Tweede poging gestopt door het Russische blok van Kasakov. En dan Martijn Dieleman. Heel goed. 20-17. Dat had Nederland nodig. Ushakov. De voeten van zijn collega spelverdeler Peter Blanchet. Ushakov zelf met opslag. 20-18. Nederland moet scoren nu. Dat doet Bas van der Goor. Is goed. Goeie aanval in het midden. Stop is goed. Tjulepov komt te laat met zijn handen. Bas van der Goor. Net serveerde die fout.
erg diep ademhalen. Dat is goed. Jakovlev. Het is pas 23. ...21-19. Belangrijke fase in de wedstrijd. Nu moet je je goede spel vertonen. Stop is goed. Christina, maar de Russische verdediging zit eigenlijk heel goed in elkaar. En weer die Jakovlev. En weer dat geweld van die 23-jarige. Het verschil wordt heel kenmerkend door deze man. Vertoond. Weer het blok van de Russen, Wieleman. Driemansblok. Bal slaat. Gaat uit. En dan is het 21-21. En Nederland krijgt twee kansen om te scoren. Twee keer doen ze het niet. En de Russen komen langzij 21-21. En Toon Gerbrands moet in een time-out vluchten. Hij heeft er nog één. Martijn Dieleman is niks te verwijten, want die ballen lagen voor hem heel moeilijk en lastig. Zijn uitspelen, ja. Nederland zet 4 punten voor. En naar de time-out. Waarin het ritme gebroken werd, de Russen nu op gelijke hoogte, 21-21. Savoljev. Stop van nummer, dat is goed. En dan het prima blok van Alexei Kazakov. Albert Christina kan er niet langskomen. Hij wil hem eigenlijk ietsje verder hebben, zegt hij tegen Peter Blanchet. Zhulopov. Nummer door, niet hard genoeg. Dan komt deze beul weer, maar nu wordt hij gestopt door het blok. Christina, Driemansblok. Wieleman, is goed. Komt erg ver. Petjutskin, zonde dat het Nederlandse blok die niet heeft. Ik zag hem heel erg lang aankomen. Kazakov, 23-22 voorsprong voor Rusland. Geurtje. Dieleman. Via het net uit. Niet aangeraakt door het Russische blok. En het is matchpoint voor Rusland. 24-22. En Nederland heeft in die vierde set geprobeerd wat het kon. Maar moet nu toch toestaan dat Rusland op matchpoint staat. En dan blijkt het gewoon dat op dit moment Rusland nog een maatje te groot is voor dit Nederlands team. We hebben er alles aan gedaan hier, de tweede dag in Eindhoven. Maar Rusland wint ook de tweede wedstrijd met 3-1. Via de laatste opslag van Kazakov. Stopt over het net heen. En het 25e punt, 25-22. 3-1 voor Rusland. En Nederland heeft toch een hoop te doen op weg naar het finale weekend van de World League en het kwalificatietoernooi in Frankrijk. Ja, tegen het grote Rusland redde Nederland dit weekend dus niet. Grote afwezige in de Nederlandse ploeg was Marco Klok. Hij meldde zich vrijdag bij bondscoach Toon Gerbrands af voor de twee wedstrijden tegen Rusland. En hij zou op vakantie gaan 2 weken. Jan Stekelenburg sprak over deze zaak met Peter Blanchet. Ja, vervelend natuurlijk. Kijk, we weten allemaal dat we al genoeg problemen hebben met de personele bezetting.
En we kunnen er niet nog eentje bij gebruiken, maar ja, het gebeurt wel. Wat gaat er dan tactisch veranderen? Nou ja, dat we deze twee wedstrijden dit weekend zonder libero hebben gespeeld. Omdat het vergt een dusdanig grote aanpassing om iemand die net 2 maanden bezig is op de positie van libero, Joost Koosta, om die in te passen met de snelheid van het internationale volleybal. Dat we er in eerste instantie voor hebben gekozen om Albert Christina en Bas van der Goor, die normaal gesproken in het achterveld gewisseld worden, om die te laten staan. En dat ging redelijk. Natuurlijk hebben we wel een paar aces meer om onze oren gekregen. Maar dat neem je dan maar op de koop toe. Als je de twee wedstrijden van dit weekend bekijkt, waren het verschillende? Of? Ja, ik vond persoonlijk dat we gisteren wat meer grip op hun hadden. En vandaag hadden we echt een paar momenten erin dat we de bal echt niet aan de grond kregen bij ze. Het was niet eens dat wij nou zo slecht stonden te spelen of dat het een foutenfestival was aan onze kant. Maar je wordt er op een gegeven moment een beetje moedeloos van als ze alles aanraken, iedere bal afremmen en ze gooien hem hoog voor de pot en ze timmeren hem er gewoon in. Omdat ze qua aanvalskrachten duidelijk een stuk sterker zijn aan de buitenkant dan dat wij zijn. En dan word je af en toe een beetje moedeloos van als je 7-8 punten op rij om je oren krijgt. En niet eens omdat je nou zelf zo slecht speelt, maar puur dat je wordt overklast. Ja, maar het zou toch eigenlijk niet mogen dat ze ook verdedigend jullie de baas zou zijn. Ja, niet dat jullie zo sterk verdedigen, maar staan ze altijd op de goede plek? Nou ja, kijk, een goed blok en een harde serve, dan heb je natuurlijk het halve punt al verdiend. En dan is het ook een stuk makkelijker om je verdediging goed op orde te zetten. De grote stap voorwaarts die de Russen hebben gemaakt is dat ze sinds een jaar of 10 weer een team hebben wat ook kan verdedigen. Kijk, blokkeren en aanvallen konden ze altijd al. Alleen als je hun blok gepasseerd had, was het ook direct over. En nu is het anders. Nu is het nog lastiger geworden, want er staan gewoon goede verdedigers in. Die libero van hun, die Mitkov, ja, die raakt werkelijk alles aan. En dan Tchitschukin, de andere paserloper, die kan ook een balletje verdedigen. Ja, het is een goed team hoor. Als je dit als toeschouwer ziet, dan denk ik toch van het is niet aantrekkelijker op geworden. Wat vind je zelf? Ja, kijk, de Russen sowieso is natuurlijk al een hele droge ploeg. Het is heel sober, er komt weinig emotie bij de jongens bij kijken. En het is hard en droog. En ja, god, als wij ook niet het ritme nog hebben van wat we wel gaan krijgen, maar wat nog even wat meer tijd nodig heeft. Nou kijk, wij zijn natuurlijk ook niet een ploeg, ook in het verleden niet geweest, die natuurlijk bij iedere actie volledig uit zijn dak ging. En dan moet je toch meer in Zuid-Amerika gaan kijken als je dat wil zien. Ja, en dan gekoppeld aan het rallypoint systeem, waarin natuurlijk een redelijke voorsprong gelijk dodelijk is voor de set. Ja, dan hou je weinig spectaculairs over. Als je terugkijkt op dit weekeinde, wat vind je dan de winst? Nou, de winst is sowieso dat we best aardig gevolleybald hebben. Ik had gedacht dat we wat lager in niveau zouden starten, zeker gisteren. In Denemarken, ja, je wint dan wel, maar daar leek het nog bij vlagen helemaal nergens op. En vandaag en gisteren waren we toch in een aantal situaties hun ook redelijk de baas.